Goeiedag, wij zijn de Wilde Wimmen. Ik ben de Wim. Ik kook. En ik doe de afwas. Dit is een wijsje over een meisje dat ik ooit eens ergens heb ontmoet. Zij was zo zacht en lief en zij had schoon gerief. Zij werkte positief op mijn gemoed. Maar ach, ons avontuur was slechts van korte duur. Veel korter dan ik had gedacht. Want toen ik in haar broekje mocht en daar een ingang zocht, trof ik daar iets aan dat ik niet had verwacht. Zij hadden en twee... Wij hebben elkaar ontmoet. Ja, inderdaad. En wij voelden samen de drang, de maatschappelijke noodzaak om een stuk te maken. Laagland. Ja. Laagland. Laagland. Ik kan mij eens niet slapen, het is 2:15. Ik zou wel willen vrijen, maar jij zegt toch vast geen nee. Dus sluip ik naar beneden en ik kijk nog wat tv. Gelukkig is de hond er nog, die kijkt tenminste mee. In ons programma brengen wij eigen Nederlandstalige composities. En ook enkele bewerkingen van helden van ons. Breil. Cash. Andere, ja. Het is soms ook heel serieus. Heel serieus. In de Amsterdamse haven vreet de zeelui hun vangst. Hun prooi ligt op tafel met ogen vol angst. De zeelui tonen tanden die de schat vermalen. Ze verzuipen in verhalen, wie was er het bangst? En in de smaak van de vis die door hen gestorven is, vragen zij te luisteren en te proeven van het gemis. Na het vertellen van een mop, kruipen ze lallend rechtop. Ze gaan vrij met de maan, dit gesprek is op. Het is soms ook heel plezant. Er mag al eens gelachen worden. Al proberen we dat toch voor een heel groot stuk te vermijden, omwille van de subsidieaanvraag die nog hangende is. Die is nog hangende. Vandaar dat wij er ook voor opteren om af en toe uitstapjes te maken naar echte kunst. Klassieke kunst. Met een K. Met een K. Onderwerpen en ik laaf me aan haar, mijn meesteres. Streng verheft zij dan haar stem, zet ze mij een tepel klem. Zij aanhoort mijn requiem en leest mij kil de les. Samenwerken met Wim was heel tof. Ook al zitten er in deze voorstelling een aantal momenten die mijn familie en naaste omgeving misschien niet zo tof zullen vinden. In het bos mag je niet roepen, niet klimmen in een boom. En als je ergens zwemt, mag dat niet tegen de stroom.
mag geen bloemen plukken, niet wonen in een tent. Want het zou zomaar eens lukken dat jij een zigeuner bent. Je mag niet kleuren buiten lijntjes, je moet doen wat wordt gezegd, je moet luisteren. De eerste reacties op de try-outs die we gespeeld hebben, waren goed. Die waren uitstekend. Ja, die waren echt heel, heel positief. Mensen waren laaiend. Ongelooflijk hoeveel warmte dat we van het publiek hebben gekregen. Dat was echt heel schoon. Dat was een en al liefde en groet. Dus mensen omarmden ons echt na de voorstelling. Ze sloten ons in hun hart. In hun hart. En dat was wat mij betreft een mooi moment, een warm moment. En ik hoop op nog een grote tournee met Wim. We gaan dat koesteren. Wij zeggen ook altijd, wij doen ons best. En meer zit er niet in. Kom kijken. Laagland. Laagland. Laagland.